Dag Pepijn, je was onze gast bij Tamara. Ja, klopt. Ik heb eigenlijk twee vragen voor je. De eerste vraag is, hoe vond je de film? Ik vond het eigenlijk wel een hele indrukwekkende film. Ook wel heel emotioneel. Ook de manier waarop ze dingen eigenlijk in beeld hadden gebracht. En wel hele mooie beelden. Dat vond ik wel echt, de muziekkeuze ook. En het mooiste vond ik dat het een soort aaneenschakeling van momenten was. En dat je uit die momenten eigenlijk kon opmaken waar ze tegenaan liep of waar ze mee bezig was. En dat vond ik heel erg mooi. Het was echt wel een hele krachtige film. Krachtige film? Ja. Oké, okay. Want Tamara een krachtige persoon. Ja. Oké. Okay. Nou ja, misschien geef het al een beetje aan. Mm-hmm. Wat vind je, wat is de relatie van die film met je eigen leven? Vooral het feit dat je eigenlijk voor alles moet knokken. Wat ik zelf ook heel erg lang heb moeten doen voor om in transitie te kunnen gaan, mijn naam aan te kunnen passen, hormoonbehandeling te kunnen beginnen. Het is en blijft knokken, ook in Nederland. Terwijl Tamara, die wonen natuurlijk in Venezuela. En toch het gevoel dat je heel veel dingen op het spel moet zetten. Zij verloor uiteindelijk ook de voogdij over de kinderen. En de eerste vrouw wilde er ook niet meer zien. Het gevoel dat er best wel wat dingen op het spel staan. Maar dat je ondanks dat alles toch je hart volgt. En doet wat je heel graag wil doen. Vond je het nou een hoopvolle film of een wat dubbelzinnige film wat dat betreft? Ik vond het wel een hoopvolle film. Ook omdat en vooral dat doorzettingsvermogen van haar was gewoon goed te zien. En ook ondanks het. En ook het feit dat, ondanks het, Venezuela is dus een heel katholiek land, dat ze toch mocht blijven werken op de universiteit waar ze werkte. Ondanks het feit dat er dus een aantal professoren in protest waren gegaan. Omdat zij vonden dat ze niet bij dat katholieke beeld hoorden wat de universiteit graag wilde hebben. Dus ik vond het wel hoopvol. En ook het feit dat ze nu parlementariër is. Ja. Dat is natuurlijk gewoon fantastisch. Oké, nou, laat ik het hierbij laten. Mm-hmm. Bedankt voor je komst onze voorstelling toe. En dat je je verhaal hebt willen doen. Mm-hmm. Okay. Ja.